Waarom zo vulgair? Met hoeveel mannen doen jullie het liefst? Het is zo'n jonge man. En dan nu al zulke praatjes. Jullie zijn op zoek naar nieuwe leden en nu zijn er hele pikante reclameborden ingezet. Nou, laat ik zo zeggen, degene die het leest maakt het pikant. Want het is gewoon eigenlijk niet meer dan de werkelijkheid. Het zijn gewoon de feiten. Het zijn gewoon de feiten. U bent gek op harde ballen. Ik ben gek op harde ballen. Dag meneer, zijn het een beetje harde ballen hier? Ja, dat zijn harde ballen. Nou, daar zijn jullie gek op, hè? Schijnbaar wel. Welke ballen? Ja, harde ballen. We hebben altijd gewoon prima ballen. Goed hard. Dat weet ik niet of ze hard zijn, dat moet maar blijken. En maar over het algemeen zoeken ze wel zo uit dat ze hard zijn. Dag meneer, u bent gek op harde ballen? Ja, heerlijk. En u doet het liefst met z'n vieren? Nou, af en toe. Ja, waarom? Ja, waarom? We gaan trekkelen. Trekkelen? Aantrekkelijk, hè? Ah, dat is aantrekkelijk. Ja. Dag dames, met hoeveel mannen doen jullie het liefst? Zeg, wanneer houdt dat op? Waarom zo vulgair? Met hoeveel mannen doen jullie het liefst? Het is zo'n jonge man. En dan nu al zulke praatjes. Ja. U doet het liefst op dinsdagavond? Ook, ja. Want dan hebben wij onze gezellige wilde mixavond. En wanneer bleef u nou uw hoogtepunt? Nou, nooit. Hier niet. Ook niet op dinsdagavond? Nee, niet. Het staat op de borden. Ja, die borden vind ik prima, maar daar heb ik geen last van. Want jullie zijn hard op zoek naar nieuwe leden. Naar jonge leden, zeggen ze, ja. Jonge leden? Jonge leden. En dan borden met oude mannen erop? Dat blijkt. Snapt u dat nou? Nee, absoluut niet. Maar ja, we wachten maar af. Hoe had u het dan gedaan? Nou, ik had wel iemand gezocht die een beetje leuker was, denk ik. Beetje jong en sexy? Ja, toch wel meer. Want u wordt hier ook niet echt warm van? Niet echt. En hoeveel nieuwe leden heeft er nu opgeleverd al? Op dit moment nog niks, maar wat niet is. Nog niks? Nog niks. Ja, en ik sprak hem net, er zijn ook nog geen nieuwe leden. Nee, daarom juist. Verbaast u dat? Nee, echt niet.